als je meer wilt, als je zegt, nou, dat vond ik wel interessant wat die Tom allemaal vertelde. Ga naar een link met mij op LinkedIn, dan word je goed op de hoogte gehouden. Ga naar mijn website hrtrendinstitute.com. En ik heb ook heel veel video's op YouTube, elke week nieuwe, waar je goed leuk wordt bijgehouden op het HR-gebied. En jullie worden waarschijnlijk geen HR-professionals, sommige van jullie waarschijnlijk wel. Maar ik zal ook proberen vandaag wat, ja, zeg maar, wat kleur te geven. Wat kan je verwachten van HR? Of hoe ga je straks als je belangrijk bent of onbelangrijk? Maar sommigen van jullie zullen misschien zeggen, ik wil stevige posities krijgen in organisaties, bedrijfsleven of bij de overheid. Hoe ga je dan met HR om? Wat ik gebruik als kapstok vandaag is de Rubik's Cube. Die kennen jullie ongetwijfeld. Ik heb hem nog nooit opgelost, dus dat is ook niet de uitdaging vandaag. Ik heb hem omgedoopt in Tom Haak's HR Action Cube. En dat is vaak mijn leidraad in verhalen. Tom Haak HR Action Cube. Sorry voor de Engelse termen, maar meestal praat ik in het Engels. En dit is een goede leidraad. En ook een goede leidraad straks als je aan het werk bent om te zeggen, wat kunnen we verwachten van HR en hoe gaan we daarmee om? En de Rubik's Cube heeft 6 kanten. Ik ga ze niet allemaal behandelen vandaag, maar ik behandel een paar kanten. De gele kant is de belangrijkste kant. Altijd de belangrijkste kant. En de gele kant is, wat zijn de issues in onze organisatie? Wat zijn de issues in onze business, organisatie? Wat proberen we op te lossen? Dat is het startpunt. Je kan zeggen, enorme open deur. Enorme open deur. Maar je zal straks allerlei HR-professionals tegenkomen. En die nemen als startpunt het handboek HR. Waar jullie nu wat dingetjes uit hebben geleerd. Die kijken niet in eerste instantie wat zijn de issues. Maar die kijken naar, ja, wat staat er in het handboek. En we gaan het handboek implementeren. Dit is niet het goede startpunt. Maar natuurlijk wel belangrijk. Wat zijn alle verschillende HR-gebieden? Wat kan je doen in werving, selectie, organisatie, inrichting, beloning, ontwikkeling, noem maar op. Ik ga daar vandaag niet heel veel over vertellen in theoretische zin. Dat hebben jullie allemaal voor een groot gedeelte al in de afgelopen 10 colleges gehad. Dus geel, wat zijn de business issues? Wit, wat kunnen we allemaal met HR? Groen, ik zal er straks commenten, zijn de... Wat heb je altijd nodig in je gereedschapskist? Ik noem het enablers. Wat heb je nodig in je gereedschapskist? En de blauwe kant kom ik ook op terug straks. En daar zal ik het meeste tijd aan besteden. Wat zijn de trends? Wat zijn de bewegingen in het gebied van mensen en organisatie? Wat zijn die trends? En natuurlijk, als je slim bent, gebruik je die trends om organisatieproblemen op te lossen. En de rode kant is gevaarlijk, daar moet je van wegblijven. En oranje komt vandaag ook niet aan de orde. Dus Rubik's Cube als leidraad. Ik begin met de gele kant. Ik noem een paar dingen uit de gele kant waarvan ik zie dat ze in organisaties belangrijk zijn vandaag. Maar elke organisatie is anders, er zijn hele grote verschillen. Natuurlijk is er een grote kleuring in het afgelopen jaar, anderhalf jaar, door de COVID-crisis. Maar ook je ziet in die COVID, sommige organisaties, nou, die weten van gekkigheid niet hoe hard ze moeten groeien. Jullie kennen allemaal de picnics en de Amazons, die voortdurend pakjes aan het bezorgen zijn. En andere organisaties, en dat zijn er eigenlijk... Eerlijk gezegd toch vrij veel. Hè? Die zitten in overlevingsmodus. Hoe overleven we deze crisis? En we moeten dat absoluut niet onderschatten. Hè? Er zijn al veel organisaties omgevallen. Er zullen nog veel meer organisaties omvallen. Maar voor veel organisaties is de vraag, hoe overleven we? En meestal overleef je niet door te gaan zitten wachten tot er wat gebeurt in organisaties.
En dat heeft heel sterk te maken met een tweede thema in veel organisaties. Hè, vernieuwing, innovatie. De markt verandert, de wereld verandert. Hoe kunnen we daar op een slimme, goede manier op inspelen? Hè, dus voor veel organisaties staat innovatie altijd hoog op de lijst. Maar op dit moment vaak nog veel meer. Hoe kunnen we ons vernieuwen? En je zag ook het afgelopen jaar. Hè, er zijn organisaties die gaan zitten wachten. Wat doet de overheid? Wat zijn de maatregelen? Hoe word ik geholpen? Er zijn andere organisaties en ook individuen die zeggen, ja, maar oké, de situatie verandert. Hoe kunnen we daar op een slimme manier op inspelen? Hoe kunnen we ons vernieuwen? Hoe kunnen we ons veranderen? Het derde thema in veel organisaties is, sorry voor het Engels weer, is, maar je zou kunnen zeggen, weerbaar, resilience. Resilience is, hoe kunnen we meeveren? Hoe kunnen we terugveren? Hoe kunnen we, eigenlijk is nog een betere term, en die gebruik ik ook vrij veel, is anti-fragility. En een boek wat ik van harte kan aanbevelen aan iedereen, is dit boek van Nicolas Taleb, Anti-Fragile. Is een wat ouder boek. Jullie zouden Taleb kunnen kennen van het boek The Black Swan. Ook een super goed boek. Dit boek gaat over anti-fragility. En Taleb legt uit, die zegt, kijk, je hebt fragiel. Jullie weten wat fragiel is. Hè? Je laat het vallen en het gaat kapot. Wat is het tegenovergestelde van fragiel? Dat is niet robuust. Hè? Je zou kunnen zeggen, robuust is een blok beton. Ja, daar kan eigenlijk niks mee gebeuren. Hij zegt, er is de tegenovergestelde is anti-fragile. Dat zijn dingen, mensen, organisaties, die crisis benutten. Die terugveren, maar op een hoger niveau. Nou, dat is een interessant concept. Waar zijn de mensen, de organisaties, die in crisissituaties groeien? Die daar nut van hebben. En je ziet op dit moment dat organisaties op zoek zijn naar hoe kunnen we onze organisaties, maar ook de mensen in onze organisaties, meer antifragiel, resilient maken. He, bijvoorbeeld, en ik kan er vandaag heb niet veel tijd om erover te praten, maar je hebt mensen met een anti-fragile personality. Er zijn elementen, he, mensen die vinden het leuk om in crisis te zitten. Mensen die genieten daarvan. Hey, nou kunnen we, hè, nou kan ik mijn sterke kanten laten zien. Ik raak niet snel van slag. Veel organisaties zijn op zoek naar dat soort mensen die mee kunnen veren, mee kunnen groeien, snel kunnen leren en aan kunnen passen in nieuwe situaties. Dat was het derde punt. Hè. Veel organisaties, belangrijk thema op hun lijst. En je voelt al aan, ik heb nog maar een paar thema's genoemd. Op elk van die thema's gaat het ook vaak over mensen. En over hoe kunnen we mensen in organisaties, hoe kunnen we die gebruiken om deze thema's aan te pakken. Het vierde thema op mijn lijst vandaag is well-being. De Nederlandse vertaling, ja, welbevinden, hè? Is ook natuurlijk het afgelopen jaar nog belangrijker geworden. Hoe zorgen we dat de mensen die aan de organisatie zijn verbonden, je zou kunnen zeggen, ze goed voelen. Niet alleen de mensen die bij ons werken in onze organisatie, maar natuurlijk ook de klanten van de organisatie. Dat is een belangrijk thema op dit ogenblik, heel belangrijk thema. Hoe zorgen we dat we een bijdrage kunnen leveren, niet alleen aan onze klanten, maar ook aan de samenleving? Dit is een thema wat de komende jaren steeds belangrijker zal worden. Hoe kunnen organisaties, er wordt van organisaties in toenemende mate verwacht dat ze ervoor zorgen dat de samenleving waar ze uit voortkomen, dat ze die samenleving ook helpen beter te maken. Dat is voor heel veel organisaties niet gesneden koek. Ook in Nederland heb je zelfs de afgelopen week nog weer kunnen zien. Bijvoorbeeld ABN AMRO, op de vingers getikt. Hebben meegeholpen jarenlang aan het faciliteren van witwassen. Dat wordt niet meer gepikt. Hè? Zeker bij ABN AMRO natuurlijk niet, maar ING heeft er ook issues mee gehad. De banken, ook als organisaties, moeten ervoor zorgen dat we op een ethische manier in de samenleving met elkaar omgaan. Heel belangrijk thema.
well-being. Niet alleen hè, zit iedereen lekker thuis in zijn home office, lekker in zijn stoel en krijgt hij geen rugpijn. Dat is ook een element van welbevinden, maar het gaat om veel meer. Het welbevinden van de klanten, het welbevinden van bijvoorbeeld ook suppliers. Nog weer een heel ander verhaal. Hè. Iedereen kent de organisaties die leveranciers hebben in Verre Oosten of andere landen. Ook het welbevinden van suppliers is een belangrijk thema. En je ziet vandaag de dag hè, dat in landen als India, in landen als Brazilië, grote issues. En dat zijn ook issues die reflecteren op producten die daar voor ons gemaakt worden. En die dan vervolgens weer bezorgd worden door Amazon aan de deur. Amazon is een ander. Amazon is een van de grootste organisaties van de wereld. Die op het thema van well-being nog flink wat kunnen leren. We lezen daar ook over werkomstandigheden in hun grote warehouses, magazijnen. Waar je grote vraagtekens bij kan stellen. Waar wij wel aan bijdragen. Want wij bestellen weer bij Amazon. En daar komen ze met de Rubik's Cube. Hey Tom, hier is je Rubik's Cube. Maar die heeft wel iemand uit de magazijn gehaald, ingepakt. En een bezorger heeft dat voor €1,25 bij mij bezorgd. Wellbeing. En natuurlijk zijn er veel meer thema's. Ik pak er vandaag 4. Waarom doe ik dat? Om de gele kant te illustreren. De gele kant is altijd, wat zijn de issues die we willen oplossen? Ik ga even naar de groene kant. En dat zijn ook elementen waarvan ik eigenlijk zou verwachten dat jullie in je studie de komende jaren daar een hoop over leren. De groene kant was de enablers. Wat verwacht ik dat, en ik praat met name over het HR-domein, maar dit zijn ook verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld managers in organisaties. Wat moet je als professional in je ransel hebben? 1 is altijd inzicht in wie zijn onze klanten van de organisatie. Wie zijn onze klanten en hoe helpen wij onze klanten? Dat maakt niet uit of de organisatie een publieke organisatie is of een private organisatie. Maar goed zicht hebben op wat beweegt onze klanten? Wat is belangrijk voor onze klanten? Dat zijn elementen die erg belangrijk zijn en waar heel veel organisaties vaak te ver van zijn weggedreven. Ook daar zijn actuele voorbeelden. We kennen allemaal de grote affaires bij bijvoorbeeld de Belastingdienst in Nederland, waar veel over gepraat is de afgelopen periode. En dat is ook typisch een hele professionele goede organisatie, maar te ver weggedreven van, ja, wat gebeurt er eigenlijk precies bij de klanten van de Belastingdienst? Wat is daar aan de hand? Nee, dat is verworden tot een bureaucratische organisatie, te ver weggedreven van de klanten. Dus altijd, wat voor werk je ook doet, is de vraag, wie zijn onze klanten? Ken ik onze klanten? Wat beweegt onze klanten? En is het werk wat ik doe, wat ik ook doe, draagt dat bij tot een tevredener klant? 2, en dit is in het HR-domein, gaat over analytics. People analytics. Gebruiken we analytics om goed ons werk te kunnen inrichten. En jullie studeren aan een universiteit, dus ik zou hopen dat dat bij jullie goed komt. Maar een goede, solide methodologische basis is belangrijk eigenlijk vandaag de dag voor iedereen. Methodologie, statistiek, goed beheersen is belangrijk voor iedereen. Wat je ziet in het HR-veld, vreemd genoeg, dat er heel veel wetenschappelijke kennis is die maar heel langzaam doordringt in het werkveld. En daar is, dat is typisch een gebied waar jullie wel goed aan zouden kunnen bijdragen. Er zijn heel veel praktijken van vandaag de dag waar je zegt, is er bewijs, is er evidentie, is er wetenschappelijke inzichten die dat ondersteunen? En dan kan je daar een groot vraagteken bij stellen. Ik zal een paar of 1 of 2 voorbeelden noemen. Dus het gaat niet alleen om analytics, het gaat ook om het gebruik
van solide wetenschappelijke kennis. Maar ook analytics is in opkomst, ook in organisaties in het HR-domein, maar relatief langzaam. En dat komt ook door, zeg maar, mensen. Mensen, managers. Hè. Je zou kunnen zeggen, wat ons parten speelt, dat nogal wat mensen hun eigen capaciteiten overschatten. Hè. Dus die heel veel, en naarmate je mensen meer managers worden en hoger komen in organisaties, overschatten ze nog meer hun eigen capaciteiten. En die denken, nou, ik ben belangrijk, dus ik zie het wel goed. Hè. Mijn gut feel zal wel goed zijn. Je ziet het bijvoorbeeld heel veel op het gebied van selectie. En velen van jullie zullen al een keer een baantje hebben gehad, ergens hebben moeten worden gesolliciteerd. Als je in wetenschappelijk onderzoek kijkt, je zegt, kijk, wat zijn nu enigszins betrouwbare selectiemethoden, dan is er één ding wat heel duidelijk is, dat het sollicitatiegesprek een niet heel erg betrouwbare selectiemethode is. Zeker het ongestructureerde sollicitatiegesprek. Iemand gaat iemand interviewen, die stelt wat vragen en die denkt, ik weet wel wat voor vlees ik in de kuip heb. Er is geen De evidentie die er is, dat niet goed werkt. Je kan een interview wel iets beter maken door het te structureren, door gericht vragen te stellen. Dan nog is het vaak niet heel erg goed. Hè. Het gesprekken gebruiken in selectie leidt enorm tot bias. Hè. Ik interview iemand, ik denk, hey, die lijkt op mijn goede vriend Peter, dus in mijn hoofd gaat het dan al rond, lijkt op Peter, ik hou van Peter, of ik vind Peter is een goede vriend van mij, dus deze persoon zal ook wel goed zijn. Ja, is nergens op gebaseerd, maar zelfs in mijn werkzame leven heb ik dat soort fouten gemaakt. Bijvoorbeeld, toen was ik nog wel heel erg beginnend, toen ik bij Philips werkte, heb ik ooit iemand geïnterviewd die op dezelfde middelbare school gezeten had als ik. Ik had die persoon nog nooit gezien, maar ik dacht, hey, zelfde middelbare school, sympathiek. Ik heb die jongen aangenomen in mijn team, dat was een grote ramp. Maar, zou je kunnen zeggen, als dat nou is aangetoond, dat het gesprek zo'n slechte selectiemethode is, waarom wordt die dan nog steeds gebruikt? Maar onder andere is het veroorzaakt omdat er nogal wat mensen rondlopen in organisaties die zeggen, ja, dat mag dan wel gelden voor heel veel mensen, maar ik zie het wel goed. Ik kijk iemand in de ogen, ik geef hem een hand. Vaak weet ik dan al wel of iemand goed is of niet. Zodra je dat soort verhalen hoort, pas op. Dat is een absoluut goede vraag. Ik zal daar proberen kort op te antwoorden. Om te beginnen, en dan kom ik, dat heeft weer te maken met analytics, moet je goed weten wat je zoekt. Daar begint het vaak al mee. Dat mensen die zeggen, ja, als je niet weet wat je zoekt en waar je naar moet kijken, dan is het al heel moeilijk. En vaak zijn de profielen die worden gemaakt. Wij zoeken, ik zeg maar eens even wat, een nieuwe sales manager. Dan maken mensen een lijst met 10 criteria. Vaak zijn die criteria niet. Er is niet aangetoond dat die criteria nou echt bepalende criteria zijn voor succesvolle sales managers. Jullie kennen allemaal die lijsten wel. Er staat altijd in goede teamworker, moet een plezierige collega zijn. Nou ja, dat zijn altijd ongeveer dezelfde lijsten. Ja, sommige dingen zijn belangrijk, sommige niet. Maar dus stap 1 is goed uitvinden wat belangrijk is en wat niet. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Daar is onder andere de afgelopen jaren heel duidelijk uitgekomen dat ervaring wordt overschat. En er staat ook altijd 5 tot 10 jaar ervaring. Nou, dat is vaak niet heel erg evident dat dat nou zo belangrijk is. Dus 1, ik ga het kort proberen te beantwoorden, maar 1 is goed kijken. Kijk je naar de juiste dingen? En dan moet je kijken, hoe kunnen we dat aantonen dat iemand dat soort elementen heeft? En een veel betere manier dan. In gesprek kan je vragen, ja, heeft u dat soort eigenschappen? En jullie kennen, wat zijn je sterke eigenschappen? Wat zijn je zwakke eigenschappen?
Iedereen kent dat soort slappe sollicitatiegesprekken. Je kan beter proberen een test te ontwikkelen. En er zijn allerlei testen om door middel van een test aan te tonen dat iemand bepaalde dingen kan. Of en mensen in een situatie brengen dat ze daadwerkelijk gedrag kunnen laten zien. Dat kan in echt werk. Dat kan ook in assessment centers en simulaties, waarin je mensen uitdaagt om bepaald gedrag te laten zien. Dus testen, simulaties, assessments en mensen daadwerkelijk observeren in werkomgevingen. Hangt weer van een beetje van het werk af, maar er zijn beroepsgroepen waar dat makkelijk kan. En bijvoorbeeld softwareontwikkelaars vandaag de dag, die worden grotendeels geselecteerd door aan softwareontwikkelaars te vragen: geef mij code die jij hebt geschreven. Geef mij toegang tot code die jij hebt geschreven. En dan stoppen die selecteurs het in de machine. Brrr, ja. De softwarecode wordt geanalyseerd. En die instrumenten, dat zijn instrumenten als Codility, HackerRank, DevScore. Die instrumenten analyseren die code. Die kunnen dan twee dingen zeggen. Op wat voor niveau kan deze man of vrouw programmeren? Java, Python, wat voor niveau? Maar vaak ook, wat is de stijl, de programmeerstijl van deze persoon? Is het sloppy? Is het gestructureerd? Is het innovatief? Je kan je voorstellen dat als je weet hoe goed iemand is en wat zijn of haar stijl is, dat je dan iemand ook goed in een team kan plaatsen. Dus vaak hoe beter en concreter het werk is, hoe beter je ook kan selecteren, kijken naar het werk wat mensen daadwerkelijk hebben gedaan. Het wordt vaak veel moeilijker voor beroepen waar vaak al helemaal onduidelijk is wat precies goed is en niet goed. Bijvoorbeeld managers, leiders. Wat is goed, wat is niet goed, waar moet je naar kijken, is heel moeilijk. Maar concrete beroepen is het veel makkelijker. En als je het dan ook nog goed doet, en dan zal ik stoppen met dit antwoord, dan doe je het blind. Dus je weet niet of het een man of een vrouw is, je weet niet hoe die eruit ziet. Je weet niet hoe die praat, want dan denk je, ja, dat is hij. Dan doe je het blind. Je hebt niet naar de foto gekeken, je hebt niet naar het cv gekeken. Maar je kijkt alleen, wat kan iemand daadwerkelijk laten zien op dit moment in testen? Er zijn weinig organisaties die het zo doen. Ik ken er weinig. Maar dat zou eigenlijk in mijn ogen de beste manier zijn om een nieuwe medewerkers te selecteren. Natuurlijk. Mensen die zichzelf overschatten zijn een probleem. En dat is niet alleen een probleem in organisaties. Dat is een algemeen probleem in de samenleving. Dat mensen hun eigen capaciteiten overschatten. Als je aan mensen vraagt, je vraagt 100 mensen, bent u een goede chauffeur? Dan zegt, hoe vindt u zichzelf gemiddeld minder of beter dan het gemiddelde? Dan zegt geloof ik 60-70% van de mensen, nou, het is goed dat u het vraagt, ik ben beter dan het gemiddelde. En dat kan niet als je 100 mensen vraagt, want dat kunnen er maar 50 zijn. Dus de mensen zijn het probleem. Of laat ik het niet als een probleem formuleren. We hebben rekening te houden met menselijk gedrag. Hoe kunnen we rekening houden met menselijk gedrag? In organisaties, maar ook in de samenleving. En dat is waarom human resource management zo'n belangrijk vak is. Want we kunnen dat niet negeren. We hebben of psychologie zo'n belangrijk vak is. We hebben te maken met mensen. En mensen zijn complexe wezens. En we kunnen niet er maar van uitgaan dat menselijk gedrag simpel te sturen en te veranderen is. Nou, dat is weer een heel ander hoofdstuk, want dat heb je ook gezien in het afgelopen jaar in de COVID-crisis. Ook de Nederlandse overheid houdt te weinig rekening met de psychologische factoren. Er zijn naïeve mensen in de overheid die denken, als wij tegen mensen zeggen, dit zijn de voorschriften en dit moet je doen, dat mensen dat dan gaan doen. En dan zijn ze verbaasd dat het niet gebeurt. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dus menselijk gedrag is complex. En de mensen, je kan het zeggen, Kim, mensen zijn het probleem. Ja, maar in ieder geval hebben we rekening te houden met dat menselijke gedrag. En als we het dus goed inrichten, dan kunnen we daar omheen organiseren. Dus als wij ons selectieproces zo inrichten
dat natuurlijk mensen daar een rol in spelen. Hè. Want er zijn ook subjectieve elementen waar je rekening mee hebt te houden. Maar probeer objectieve elementen op de voorgrond te hebben in je selectieproces. Ja, dat is vaak het probleem dat je dat niet weet. En dus maar als je kennis hebt van deze psychologische wet of bias, hè, er zijn heel veel biases, en ik weet niet of jullie überhaupt biases hebben bestudeerd, maar hè, de psychologie is gebaseerd op, ja, hoe wordt menselijk gedrag veroorzaakt? En heel veel biases hebben ook een rationele achtergrond, want de wereld is complex, mensen moeten daarin opereren. Ja, dus soms moet je aannames doen, want anders dan zit je vertwijfeld in je stoel en je komt tot niks. Dus vaak zijn in een heleboel gevallen mensen die op mij lijken zijn te vertrouwen. Dat is in zijn algemeenheid, werkt dat redelijk goed. Hè? Want als je steeds moet denken, ik wantrouw iedereen, want niemand is te vertrouwen. Ja, dan moet je oppassen. Maar het is ook weer niet zo, dat je moet wel weten dat ja, niet per definitie alle mensen die op jou lijken goed te vertrouwen zijn. Of andersom, mensen die niet op jou lijken, die er vreemd uitzien, dat die niet te vertrouwen zijn. Heel interessant domein, cognitieve biases en hoe houden we daar rekening mee in de samenleving en in organisaties. Ik pak het op. Hè. Ik had gesproken over de gele elementen. Ergens zag ik nog een vraag. Wat was nummer 1 geel? Dat was, hoe overleven we? Ik ben nu bezig nog steeds met de groene kant. De enablers. We hebben het gehad over, natuurlijk moet je weten wat de klanten doen. En dit was een lange uitstap over analytics. En maak gebruik van wetenschappelijke inzichten. Het derde enabler is werk op een agile manier. En ik weet helemaal niet in welke mate daar in jullie opleiding wat uitziet. Maar de combinatie van agile werken en design thinking hoort in ieders toolkit vandaag de dag. En het heeft te maken met hoe kunnen we experimenteren? Hoe kunnen we dicht bij onze klanten, proberen uit te vinden, wat willen ze nou precies? Hoe kunnen we nieuwe dingen ontwikkelen die de klanten willen? Of ze nou klanten zijn in de organisatie of buiten de organisatie. En hoe kunnen we dat op een systematische manier doen? Buiten de scope van vandaag, maar noteer op je lijst. Wordt in alle sollicitatiegesprekken, komt dat aan de orde vandaag. Beheers je agile methodieken. En weet je wat design thinking is en kan je de toolkit van design thinking gebruiken. En nummer 4 op mijn groene lijst heb ik eigenlijk al omstandig aangegeven. Dit is de psi van psychologie. Weten wat mensen drijft en de psychologie als belangrijke wetenschap. Ik ben niet neutraal, want ik ben een psycholoog. Maar de psychologie kan ons veel brengen. Nummer 5 in het groene element is continu luisteren. En dan kan je zeggen, ja, dat is ook een. Maar continu, wat je ook doet en wie je ook bent, goed luisteren. Wat is er aan de hand in mijn organisatie? Wat is er aan de hand in de samenleving? Wat zijn de wensen van mijn klanten? Continu luisteren. En dat heeft ook weer met menselijk gedrag te maken. Luisteren is vaak niet een heel erg goed ontwikkelde kwaliteit van mensen. En het is zo super belangrijk. Luisteren, luisteren, luisteren. En niet te veel beginnen met zenden. Maar eerst vragen stellen en luisteren en weten wat er aan de hand is. Dat is een skill. Daarom staat hij in de groene box. Ik verwacht dat iedereen daaraan werkt. En dat heb je altijd nodig. Wat je ook wordt, wie je ook bent. Goed kunnen luisteren. Goed kunnen luisteren. En in heel veel organisaties is dat een belangrijke trend. Komen zo nog wat. Hoe kunnen we voortdurend goed feeling houden met wat er aan de hand is? Niet door mensen één keer per jaar een vragenlijst te sturen met 100 vragen. Ja, wat is er? Maar voortdurend, permanent goed luisteren wat er aan de hand is. Dus ik heb gehad. Was allemaal nog mijn inleiding.
De groene, de gele kant. En ik heb gehad de groene kant. Ik ga nu naar de witte kant, heb ik gezegd. Daar doe ik niks mee. Hebben jullie al in je colleges gehad. Maar de witte kant gaat over wat is recruitment? Wat is selectie? Wat is leren en ontwikkeling? Wat doen we in reward? Dus je hele, hoe richten we de organisatie in? Allerlei dingen die je kan doen om de problemen aan te pakken. Dus als je over een HR-architectuur praat, ik zal toch even één voorbeeld aangeven. Hè? We zeggen, we willen onze organisatie meer innovatief maken. Hoe kunnen we daar vanuit een HR-perspectief, hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren? Je zou kunnen zeggen, nou, witte kant, we kunnen innovatievere mensen aannemen. En dus we gaan alle kaarten zetten op selectie. We gaan vanaf nu in onze selectie met name kijken dat we betere, vernieuwende, innovatieve mensen aannemen. We zouden ook trainingen kunnen geven. We zeggen, we gaan een training, hoe word ik innovatief organiseren, om onze organisatie innovatiever te maken. We kunnen ook de organisatie anders inrichten. Dat doen veel organisaties. Weet je wat, we maken een club mensen en dat noemen we innovatie, team. En die mensen gaan innovatie doen. Ja? Of we kunnen belonen. We zeggen, kijk, we zetten een prijs op nieuwe ideeën. Iedereen die met goede ideeën komt, krijgt een beloning. Er zijn allerlei dingen die je kan doen. En de vraag is, met welke van die interventies bereik je het beste resultaat? Je hoeft zeker niet alles te doen. Het is de keuze. Wat doe je? Wat leidt tot het beste resultaat? Dat is een belangrijk element, zou je kunnen zeggen, van je HR strategie. Niet alles doen, maar de keuze maken van de interventies die op de beste manier leiden om dat probleem aan te pakken. Hoe worden we innovatiever? We kunnen een heleboel dingen doen, maar wat is de beste manier om dat te doen? Heel interessant. En daar komt natuurlijk ook analytics goed weer bij kijken. Wat werkt en wat werkt niet? Ja. Het kan het belang niet. Want vaak zie je in organisaties dat men veel te veel doet. Men gaat van alles doen. En anders inrichten. En belonen. En andere mensen aan. Ja, maar waarom doe je nou alles? Misschien zijn er een paar kleine interventies die heel snel tot goed resultaat leiden. Eerlijk gezegd, vanuit mijn ervaring, de makkelijkste interventie die tot het snelste resultaat leidt, is aannemen van andere mensen en zorgen dat je heel goed selecteert. En vaak begint daar ook de ellende. Ik heb de gele kant gewoon. Ik ga nu naar de blauwe kant. En dat gaat over wat zijn nu belangrijke trends in mensen, organisaties. Die trends die zijn er. Daar kunnen we rekening mee houden en we kunnen ze ook gebruiken op een goede manier. Ik ben bij de blauwe kant. Ja? De trends op het gebied van mensen en organisatie. En ik ga daar doorheen en stel je vragen als je wilt. Het is een lange. Eén gaat over purpose. Dat is een lange termijn trend die eigenlijk de bewegingen, zou je kunnen zeggen, ja, we werken voor het geld. Naar in toenemende mate verwachten mensen dat ze bij, en die willen bij een organisatie werken, die ook, helpt om de wereld, de samenleving beter te maken. Het belang van purpose neemt toe. En heel veel organisaties zijn daar ook mee bezig. Dat zullen jullie ook zien. Wat is onze rol? En hoe maken we duidelijk waarom we er zijn? En voor sommige organisaties is dat heel makkelijk. En voor andere organisaties is dat niet. En je kan je voorstellen als je, ja, zeg maar, je bent Amnesty International of je bent het gemeentelijk vervoerbedrijf, dan is dat vrij makkelijk om die purpose te formuleren. Ben je een sigarettenfabriek,
of een wapen. Zit je aan een ander end van het spectrum, alhoewel gaan we op de websites kijken van die organisatie. Die zijn er ook altijd wel ingeslaagd om iets te verzinnen. Maar purpose neemt toe. 1. Trend 2 gaat over personalisatie. En jullie zullen ongetwijfeld ook een flink aantal marketing vakken hebben. En waar personalisatie in de context van mensen en organisatie gaat erover, ben je in staat en ben je bereid om rekening te houden met de individuele wensen, verlangens en capaciteiten van mensen. En het wonderbaarlijke is dat dat niet in de meeste organisaties het startpunt is. Heel veel organisaties komen toch vanuit de situatie waarin ze ja, hallo, dat wordt allemaal veel te... Hè, we moeten toch regels hebben, we moeten dingen hebben die voor iedereen gelden. En we kunnen niet allerlei uitzonderingen maken en specifiek kijken naar individuele wensen, verlangens van mensen. In het marketingdomein is dat al veel beter ontwikkeld. Hè? Je kan praten over personalisatie. Je kan ook praten over customization. Ik denk niet dat customisering een goed Nederlands woord is, maar personalisatie, customization. Personalisering is eigenlijk, je gebruikt data om uit te vinden wat die individuele verlangens, wensen en capaciteiten van mensen zijn. Dus je vraagt het ze niet zozeer, maar je gebruikt data om dat te doen. Customization is ietsje makkelijker, want dan is het, je vraagt aan mensen wat ze willen. Hè? Is iets makkelijker, maar ook niet altijd goed te doen. En mensen zeggen ook niet altijd precies wat ze willen. Een voorbeeld uit het marketingdomein kennen jullie allemaal. Hè? Dit is mijn Albert Heijn bonuskaart. Hè? Albert Heijn gebruikt data, de data die ze verzamelen van mij als ik wat koop, maar ook de data van andere mensen, om te kijken, wat wil Tom? En niet Tom als onderdeel van het segment. Tom is 50 plus, woont in Zeist, heeft wat geld op de bank. Dan weten we wel wat Tom wil. Nee, zij gebruiken die data om heel specifiek voor mij mijn wekelijkse bonuslijstje te maken. Is niet altijd perfect, maar beter dan een algemene lijst met dit zijn de aanbiedingen die we deze week hebben. Dit is een voorbeeld van bonuskaart, is een voorbeeld van personalisatie. Customization kan je bijvoorbeeld vinden, velen van jullie zullen dat ook doen. Hè, als je vandaag schoenen gaat kopen bij Nike of een andere leverancier, kan je online je eigen schoen samenstellen. Of je eigen jeans samenstellen. Dat is customization. Je bouwt je eigen kleren. In organisaties, nou bijvoorbeeld bouw je eigen baan, vind je in heel weinig organisaties, terwijl dat een enorme asset zou kunnen zijn. Hij zegt, oké, Tom, we gaan kijken, hè, hoe we op basis van jouw wensen, verlangens en capaciteiten, hoe kunnen we nu een baan creëren die het best bij jou past? Weinig organisaties doen dat. De meeste organisaties doen toch zeggen, wij zoeken dit en kijk maar of je in dat pulletje past. In het hele domein in organisaties is personalisatie een heel belangrijk thema waar organisaties maar moeilijk mee uit de voeten kunnen. We hebben het ook gezien in het afgelopen jaar rond het hele thema thuiswerken. Hè. De meeste organisaties, ook gedwongen gedeeltelijk door de overheid, hebben gekozen voor, je zou kunnen zeggen, one size fits all maatregelen. Hè, de meeste organisaties hebben iedereen die thuis kan werken, moet thuiswerken. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die niet thuis kunnen werken omdat ze een beroep hebben waar dat niet toelaat. Maar de meeste organisaties hebben gezegd, als je het kan, moet je thuis werken. Dat is niet personalisatie. Maar als je het slimmer zou doen, dan zou je kijken naar een aantal dimensies. Bijvoorbeeld, daar wordt gedeeltelijk naar gekeken, wat is de aard van het werk? Maar zelfs daar is niet heel goed naar gekeken, want
Er is nogal wat werk, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. Waar heel veel organisaties zeggen, onze mensen die creatief zijn, onze mensen in research and development, die kunnen niet goed dat werk doen als ze in hun eentje thuis zitten. Want innovatie bijvoorbeeld wordt enorm bevorderd door toevallige ontmoetingen, door rare mensen tegen te komen, door toevallig in gesprek te zijn met iemand en dan een goed idee te krijgen. Mensen in research en development afdelingen, bijvoorbeeld van Philips, Frans van Houten van Philips heeft daar ook dingen over gezegd. Kijk, het is niet zo dat je nu thuis innovatief zit te zijn. Mensen die zitten te denken, die zitten, en dan gaan ze even naar een collega. Hey Janneke, wat denk je hiervan? Wat heb jij? Hè? Dat is al heel lastig als ik dan moet gaan bellen en zoomen. Dan is misschien mijn spark alweer weg. Dus het is niet alleen de mensen die niet fysiek kunnen werken, die fysiek op hun werk moeten zijn, maar ook innovatie. Die dimensie is belangrijk. Tweede dimensie is de persoonlijkheid van mensen. Mensen hebben allerlei verschillende persoonlijkheden. Eén dimensie die we allemaal kennen is introvert-extrovert. Is ook in de Big Five personality test is dat een dimensie. Krijg je energie van omgaan met andere mensen? Of krijg je energie van met jezelf aan de gang zijn? Dat zijn de extremen natuurlijk, want heel veel mensen zitten daar ergens tussenin. Maar je kan je voorstellen dat introverte mensen veel minder moeite hebben met thuiswerken dan extroverte mensen. Die zeggen, waar zijn mijn collega's? Waar zijn mijn vrienden? Waar zijn de mensen waar ik mee omga? Derde dimensie is de thuissituatie van mensen. En sommige mensen, zoals ik, die hebben een groot huis met een mooie kantoor, geen enkel issue om thuis te werken. Mijn partner zit beneden te werken, 3 verdiepingen naar beneden of 2. Maar andere mensen, die hebben kinderen, die hebben een partner die de hele dag in conference call zit, die zijn kleinbaar, die buren die zitten te boren. Daar moet je ook, dus als je alleen al met die 3 dimensies rekening houdt, dan kan je, als je het wil, een veel gevarieerder palet aanbieden van, ja, zeg maar, werkplekoplossingen. Sommige organisaties doen het voor een stukje, die zeggen nou, iemand als Janneke, waar geboord wordt, huur een hotelkamer een paar dagen. Wij faciliteren dat. Andere organisaties zie je schoorvoetend gaan zeggen, oké, kom maar af en toe terug naar kantoor. Maar is typisch een voorbeeld, veel te weinig personalisatie. En in elk domein van de witte kant van de cube, zijn heel veel mogelijkheden voor personalisatie die niet benut worden. En het onderwijs is ook een goed voorbeeld, eerlijk gezegd. Het meeste onderwijs, of het nou op universiteiten is, maar ook in organisaties, is toch heel vaak one size fits all. Oké, kom maar allemaal in dit college en we gaan jullie wat vertellen. Maar ja, sommige mensen die vinden het helemaal niet leuk om een uur achter een computer te zitten. Andere mensen zoals ik, Die zeggen, geef mij maar de video. Ben ik in 10 minuten ook waar ik moet zijn? Rekening houden met die verlangens, maar ook de manier waarop mensen werken, ook in onderwijs, ook in leren en ontwikkelen in organisaties, is belangrijk. Absoluut, job design is een van die gebieden waar personalisatie veel kan bieden. Want vandaag de dag is het standaard patroon dat gezegd wordt, in de meeste organisatie is de bouwsteen is de job. Het zijn jobs. Jij zegt, jouw job is job A. En in job A moet je doen dit en dit en dit en dit. En in onze organisatie hebben we jobs A en B en C. En dan hebben we D, die is dan de baas van die job. De meeste organisaties zijn ingericht met jobs en een vrij rigide structuur. Ik ben Tom en mijn job is dit. Daar zit beweging in, want op die manier maak je eigenlijk maar in te beperkte mate gebruik van de capaciteiten die mensen hebben. Ik ben Tom, ik kan allerlei dingen, gelukkig, hè? Maar sommige van die dingen, ja, die vind je niet vaak samen in één job. Ik noem
ik zal een extreem voorbeeld noemen. Maar stel, ik kan heel goed programmeren. Ja? Zeg, oké, Tom, hè, jij kan programmeren, Java, op een bepaald niveau. Dan zeg, jouw job is Java-programmeur. Ja? Maar ik kan ook nog heel goed koken. Nou, mijn kookcapaciteiten worden nooit gebruikt als ik als programmeur word aangenomen. Terwijl als je zou zeggen, kijk, hey, Tom kan. Wij weten van Tom. Hij kan goed programmeren. Hij kan goed koken. En hij kan goed autorijden. We weten dat. Dan kunnen we, als we klussen projecten hebben, kunnen we heel beter gaan kijken hoe kunnen we de capaciteiten van mensen... We hebben nu een kok nodig. Of iemand die in dit project... Nou, hé, dat kan Tom ook. Weet je wat? We zetten Tom nu in als kok. Niet permanent, maar in dit project is hij de kok. En in een ander project is hij misschien weer de programmeur. Het is een extreem voorbeeld. Maar je kan je voorstellen, als je mensen kan opsplitsen in hun skills, dat je dan veel flexibeler bent hoe je je inzet. Dit is een belangrijke trend en beweging die in veel organisaties ook wel aan de hand is. En dat is de beweging van, je zou kunnen zeggen, strakke hiërarchieën, veel meer naar organisaties die met zelfsturende teams werken, die op projecten werken, en elke keer wordt er op een creatieve manier een team samengesteld. Je zou veel beter personalisatie in job design kunnen doen, maar niet zozeer misschien in job design, maar in hoe in klus design. Want je moet eigenlijk af van de jobs, want een job is vaak een cluster van skills die je samenvoegt. Terwijl dat niet altijd handig is om dat te doen. Het is ook attractiever. Het maakt het ook makkelijker om mensen te werven. En dat zie je ook veel. Dat zeg, wij kunnen maar geen mensen vinden voor deze jobs. Dat gebeurt vaak omdat er vaak te veel dingen bij elkaar worden gezocht die je niet kan vinden. Ja, kijk, misschien ook weer een extremer voorbeeld wat wordt gebruikt. Hè? Maar je vindt in al die lijstjes van job requirements altijd, moet een goede teamworker zijn. Nou, er zijn mensen die geen goede teamworker zijn en er ook helemaal geen zin in hebben. Die zeggen, ik wil gewoon in mijn eentje lekker een baantje doen. Een klus doen. Moeilijk, maar in mijn eentje. En vermoei mij niet met al die teamdingen. Ja, maar die kunnen we niet gebruiken. Dus, nou, daar hebben we ook ruimte voor. He? Dus wij zoeken mensen die heel goed bepaalde dingen kunnen doen in hun eentje. Heel veel organisaties hebben er moeite mee. He, die gaan toch zeggen, ja, maar je moet toch wel in een team kunnen functioneren. Want anders dan kunnen we niet met je uit de voeten. Ja, dan vind je... Dat is een heel belangrijk thema. Want dit leidt ook tot discussies rondom bijvoorbeeld, waarom worden er zo weinig mensen met disabilities ingezet? Heeft hier ook mee te maken? Zo, ja. Dat heeft ook met biases te maken. Maar ook met niet de bereidheid van organisaties om te zeggen, oké, iemand heeft een disability, maar hoe kunnen we gebruik maken van de skills die iemand wel heeft? Ja, dan kan die misschien niet bepaalde andere dingen, maar hij kan een heleboel andere dingen wel. Kijk maar om je heen. De meeste organisaties zijn heel slecht in het inzetten van mensen met bepaalde disabilities en een belangrijk gebied. Personalisatie, nog een paar voor. Super belangrijk, altijd belangrijk. Ook als je manager bent, hou rekening met de individuele wensen, verlangens, capaciteiten van medewerkers. En zeg niet, dit is onze, ja, ik leg dezelfde norm voor iedereen aan. Is absoluut niet functioneel. Wat ik jullie kan aanraden is de Personal User Guide. De PUG. Die kan je doen op personalusergguide.com. Personal, ik zal het intikken. Ik moet even kijken, ik kom niet echt goed bij mijn toetsenbord. Ja, toch wel. PersonalUserGuide.com. Ja. Dat is een klein testje wat je kan doen. Kost een paar minuten. Is gebaseerd op de Big Five Personality Test. En wat het leuke van die Personal User Guide is, dat je krijgt een profiel van jezelf. Maar je kan het ook met anderen delen. En dan kan je zeggen, hoe kunnen wij op een goede manier met elkaar omgaan? Als dit mijn persoonlijkheid is. Dit is Janneke. Ik neem even Janneke als voorbeeld. Janneke heeft een andere persoonlijkheid. Maar als wij dat van elkaar weten,
kunnen wij misschien op een veel effectievere manier met elkaar omgaan. De personal user guide, heel simpel, heeft met personalisatie te maken, want iedereen zit verschillend in elkaar. Het is handiger als we daar rekening mee houden. Een ander voorbeeld uit de praktijk, dit is een, nog uit een Duitse presentatie. Krankenschwester, maar het is een verpleegster. Hè. Dit gaat over leren in organisaties. Leren en personalisatie is heel belangrijk, want vaak worden mensen leeroplossingen aangeboden, terwijl we niet weten of ze het nodig hebben. Dit is een voorbeeld uit een ziekenhuis. In dat ziekenhuis, dit is even mijn telefoon. Ik ben een verpleger, verpleger Tom. En mijn agenda weet wat ik ga doen vandaag. Die weet bijvoorbeeld Tom gaat om 9 uur assisteren bij een galblaasoperatie. 9 uur. Het is 9:05. Dan krijg ik een klein testje op mijn telefoon. Een klein testje met 10 vragen over de galblaasoperatie. Wat is belangrijk in de galblaasoperatie? Ik beantwoord die 10 vragen. Als ik ze goed heb, Tom, veel succes. Goede operatie. Als ik niet alle vragen goed heb, dan krijg ik een kleine video op mijn telefoon. 5 minuten, 4 minuten, met de essentials, essentiële onder de... Wat moet je weten van de galblaas? Een kleine repetitie galblaasoperatie. Dit is personalisatie, want A, wordt er rekening gehouden met wat ik ga doen. Ik ga namelijk assisteren bij een galblaasoperatie. Heel veel andere verplegers niet, die hoeven niks te doen. En er wordt rekening gehouden met mijn capaciteiten. Als ik alles al weet, hoef ik het niet te leren. Als ik niet alles weet, dan geven ze mij een leeroplossing die past bij wat ik ga doen. En dit is een combinatie van 3 trends. Personalisatie. Tweede is, wat heet, kom ik straks mogelijk nog op terug, learning in the flow of work. Dat is, hoe leer je terwijl je aan het werk bent. Dus niet, hoe leer je apart van werk, maar hoe leer je terwijl je aan het werk bent. Heel belangrijk. En het derde is, dit heet, micro-learning. Geef mensen kleine modules. Kleine, korte modules op het moment dat ze het nodig hebben. Tweede voorbeeld, derde voorbeeld hier. Dit gaat, is een politieagent, een Amerikaanse politieagent. In mijn eigen tekening, dus het is een beetje onbeholpen. Bij die politieagenten maken ze gebruik van trackers. Heel veel politieagenten doen dat. Hè. Die hebben al bodycams. Dus we maken ook gebruik van Apple Watch-achtige devices. Ik ben politieagent. Ik ben op weg naar een crime scene. Zie je, ik kom de aanloop. Er wordt gemeten wat mijn agitatieniveau is. Als ik te geagiteerd ben, dan krijg ik een klein signaal. Zo bzzz, hè, een beetje gentle, maar ik krijg een signaal. Tom, stop. Je bent te geagiteerd, je hartslag is te hoog om hier effectief aan het werk te kunnen. Stop. Vaak is dat al genoeg. Hè? Ik krijg even een signaal. Oké, ik moet even tot 10 tellen. Dan kan ik effectief aan het werk. Dus dit is ook personalisatie. Het is helemaal gericht op mij. En het is learning in the flow of work of helpen. Hè? Helpen mensen. Mensen helpen hun werk beter te doen met behulp van technologie. Dat zal veel meer voorkomen. Je ziet het op dit moment al redelijk wat in de sport. Hè? Nike, Adidas, die maken ook allemaal al kleren, ondergoed, met sensoren. Die mensen trekken en volgen. In de werkplekken komt dat nog niet veel voor. Maar in gezondheidszorg zie je bijvoorbeeld ook al kleren komen. Ik heb laatst een voorbeeld gezien van sokken. Patiënten dragen bepaalde sokken. Die sokken meten wat het niveau is. Op welk niveau de patiënt functioneert. Op het moment dat een patiënt te ver wegzakt. Dan geven die sokken een signaal naar de verpleging. En de verpleging kan erop afkomen. Nou, er zijn allerlei voorbeelden. Toepassen van wearables. Ik noem ze hier omdat het allemaal leidt tot personalisatie. Je hoeft alleen maar in te grijpen op het moment dat het nodig is. Je hoeft alleen maar iemand wat te leren op het moment dat hij het nodig heeft.
En niet, je kan ook alle verpleegsters oproepen, verplegers oproepen naar een cursus. De galblaasoperatie. Ja, dan is het voor 90% van de deelnemers die zeggen, ja, ik doe nooit een galblaasoperatie. Of ik weet het al. Dus dan is het zonde van de tijd. Ik heb gehad twee trends. Hè? Ik heb gehad purpose, was nummer 1. Nummer 2 was personalisatie. En nummer 3 heb ik eigenlijk ook al een paar dingen van genoemd. En dat is het inzetten van slimme technologie. Valt veel over te zeggen, ga ik nu niet doen. Want er zijn, hè, maar het inzetten van slimme technologie in de werkplek, op de werkplek, die mensen helpt hun werk beter te doen, dat is een superbelangrijke trend. Met ook weer, je zou kunnen zeggen, donkere kantjes. Ja, een discussie die op dit moment heel erg gevoerd wordt is, mag je mensen spioneren? Hè? Mogen wij nu jullie bespioneren en zeggen, hey, wie let erop, wie let er niet op? Of wie is er aanwezig, wie is er niet aanwezig? Wie maakt er aan? Hè? Je voelt, niet allemaal gewenst. Er zijn nogal wat organisaties die toch dat soort dingen doen. Die zeggen, ja, thuiswerken, allemaal mooi en aardig. Maar hoe controleren we dat mensen echt aan het werk zijn? Hoe controleren we dat ze niet spelletjes aan het spelen zijn op hun computer? Er is allerlei interessante software. Dus bijvoorbeeld, ook met name als spy on your employee. Dan denk je, nou ja, dat is wel heel evident. Maar of Employee Watch of Monitor, allerlei dubieuze software die gebruikt kan worden om mensen te observeren. Maar je kan ook zeggen, er is ook software, ik gebruik hem niet, zal ik eerlijk zeggen, maar die is er, die in dit soort situaties als waarin we nu zitten, en ik heb jullie gevraagd, ik zeg, ik ben Tom, ik geef jullie een college, vinden jullie het, mag ik meekijken op jullie camera's. Die software analyseert jullie gezichtsuitdrukkingen en die begint mij feedback te geven over wat er aan de hand is in de zaal. Die zegt, Tom, ja, aandacht neemt af. Ja? Dus ik krijg het signaal, aandacht neemt af. Het is handiger als je wat gaat doen. Stel een vraag, pauze, pak een ander onderwerp. Dat helpt mij om mijn werk beter te doen. Terwijl nu zit ik grotendeels in een zwart gat te praten. Ik zie een paar mensen. Dus dat soort software kan mij helpen mijn werk beter te doen. Helemaal niet om jullie te bespioneren, maar om mij te helpen mijn werk beter te doen. Nou zo, de technologie biedt heel veel mogelijkheden, ook in dit soort situaties, om mensen daadwerkelijk te helpen hun werk beter te doen. Nummer 4 gaat over snelheid. Dat is natuurlijk een enorm lange termijn trend. Alles gaat sneller en sneller en sneller. Het is opvallend hoeveel dingen in organisaties toch nog heel erg langzaam gaan. Dus als je kijkt naar organisaties en je kijkt naar de dimensie snelheid, gaan een heleboel dingen langzaam en vaak te langzaam. We hebben het gehad bijvoorbeeld in het begin over luisteren. Eigenlijk als je praat over snelheid is er een noodzaak om continu te luisteren. Er zijn toch nog heel wat organisaties die zeggen, ja, dat is ons toch te veel werk. Weet je wat wij doen? Hè? Wij sturen 1 keer per jaar een vragenlijst naar onze medewerkers. 100 vragen die ze in moeten vullen. En dan kijken we wel eens hoe het ervoor staat. Hè? Dat is te langzaam. Heel veel HR-processen, de witte kant van de matrix, heel veel HR-processen zijn ontworpen in een tijd dat dingen langzamer gingen. En die zijn vaak nu niet meer adequaat. Bijvoorbeeld, ik neem aan dat ergens aan de orde is geweest, een belangrijk HR-proces is performance management. Performance management is eigenlijk, wat spreek je met elkaar af wat je gaat doen en hoe beoordeel je mensen daarop? In heel veel organisaties is dat toch nog steeds een jaarcyclus. Aan het begin van het jaar worden de doelen gesteld. In het midden van het jaar wordt nog even gekeken of je op koers ligt. En aan het eind van het jaar wordt het geëvalueerd. Ja? Maar
dat is in de meeste situaties veel, veel te langzaam. We praten over agile werken. Vaak in agile methodologieën is het basiseenheid een maand of twee weken of een week. Dat is, in agile werk je nooit met een tijdseenheid van een jaar. Dat is veel te lang. Dus daar moeten we zoeken naar manieren om sneller, gerichter met elkaar te werken. Zowel op het gebied van doelen stellen, maar ook doelen evalueren. In agile methodologieën wordt er vaak in ieder geval één keer per maand met elkaar geëvalueerd. Zitten we op het goede spoor? Wat kan er beter? Wat kunnen we anders? Etcetera, etcetera. Ik noem maar één voorbeeld, performance management. Maar de meeste processen in HR zijn te langzaam. Ook recrutering hebben we het over gehad. Kijk maar naar jullie eigen ervaring, naar werving- en selectieprocessen. Hoe lang duurt dat vaak nog? Ik heb laatst, alweer een tijdje geleden, onderzoek gezien naar een element in recrutering. Dat is hoe lang duurt het gemiddeld om een online sollicitatieformulier in te vullen. En jullie kennen dat, dan moet je formulier invullen. Dat varieerde tussen 1 minuut, rond de 1 minuut voor de snelste organisaties. Maar in sommige organisaties waren mensen 20, 25 minuten bezig om dat in te vullen. Nou, je kan je voorstellen dat als dat 25 minuten duurt, dat je dan al heel wat mensen kwijt bent. Die zeggen, hallo, ik moet nog mijn cv uploaden. Ik noem maar eens een voorbeeld. Maar waarom moet je een cv uploaden als je cv op LinkedIn staat? He? Kan je zeggen, wat is je LinkedIn naam? Klaar. Maar bij andere woorden staat, nee, je moet hier... Nog erger is, je cv invullen. Nou, dan moet je wel... Je vindt alle voorbeelden. Er is heel veel mogelijkheid om dingen te versnellen. Nummer 5 heb ik gehad. Ook in de enablers, maar is ook natuurlijk de trend. Hè? Analytics. Ik sla het over nu. Nummer 6 hebben we het ook voor een stukje al aangestipt. Dat is hoe de organisaties veranderen van structuur. Dat is een langetermijnbeweging van de traditionele hiërarchische organisaties naar allerlei nieuwe vormen. Netwerkorganisaties, zelfsturende teams. Bijna geen enkele organisatie vandaag de dag heeft zo'n traditionele hiërarchische structuur. Maar, wederom, als je gaat kijken naar veel van de HR-processen vandaag de dag, die gaan er toch nog van uit dat een organisatie een mooie organisatie is met een organisatiestructuur. En de meeste processen bijvoorbeeld zeggen, Tom, wat is je baan? Hebben we het over gehad. Vaak is dat al niet meer zo duidelijk. Wat is je baan? En wie is je baas? Ja, wie is mijn baas? Nu is dit mijn baas, maar ik heb 2 bazen of 3 bazen of nu geen baas. Het is vaak niet meer zo helder, terwijl er net wordt gedaan alsof het wel zo helder is. Dus we moeten ook veel meer rekening gaan houden met die nieuwe organisatievormen. Heel belangrijk ook heeft te maken met wat is de scope. Vaak is al helemaal, wat is een organisatie? Ja, dat is vaak niet zo helder. Is een organisatie de mensen die daar werken en die daar verdienen en op de payroll staan? Of is dat ook de mensen die daar tijdelijk werken? Is dat ook de mensen die daar hebben gewerkt, de alumni? Dus er zijn allerlei mensen die nu, in de toekomst, in het verleden bij organisaties zijn betrokken. Suppliers, kan je ook rekening mee houden. Wat is dan je scope? Suppliers is ook een belangrijk element. Gisteren had ik een gesprek met een paar HR-directeuren van grote internationale organisaties. Een van die onderwerpen was, waar zijn jullie verantwoordelijk voor? En het waren organisaties waar veiligheid en gezondheid belangrijk was, health and safety. Zeiden, ja, als een van onze leveranciers onveilige werksituaties creëert, reflecteert dat wel op ons. Dus wij moeten ons ook bemoeien met de veiligheid van de werksituaties bij onze leveranciers.
Dat is maar één voorbeeld. Maar dus in de organisatie is vaak niet alleen maar de organisatie, maar je verantwoordelijkheid gaat verder, ook naar mensen die elders werken. Agile methodologieën, ik heb het gehad in groen, is ook absoluut een trend. Hè. Organisaties in toenemende mate gebruiken agile methodologieën. Nummer 8 is de experience. Ik weet niet of dat al aan de orde is geweest in het kort. Maar een belangrijk trend in, je zou kunnen zeggen, HR-land in organisaties, maar komt ook voor een stuk uit de marketing. We kennen allemaal de customer experience. Wat is de customer experience van het eerste contact met de klant naar het moment dat een klant bijvoorbeeld een klacht heeft? Maar dit gaat over, wat is de employee experience? Wat is de experience die we onze medewerkers aanbieden? Belangrijk en heel veel organisaties zijn daarmee bezig. Dat gaat ook weer van vaak helpt daar wat ze noemen de employee journey. Van het eerste contact met kandidaten in de arbeidsmarkt. Wat wordt dan hun journey? Hoe ziet die journey eruit? En hoe gaan wij om met belangrijke elementen in die journey? Belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld, ik noem één voorbeeld, ook iets wat jullie ongetwijfeld wel eens mee hebben gemaakt. De eerste dag in een nieuwe baan. Dat is typisch zo'n moment in de employee journey, in de employee experience, die heel belangrijk is. In heel veel organisaties is dat vaak niet goed genoeg. Voor veel mensen is de eerste dag in de nieuwe baan niet een topervaring. Word je verwacht? Moet je wachten? Weten mensen wat je gaat doen? Is je computer er? Is er een werkplek? Ik heb het zelf, omdat ik natuurlijk de oudste ben in dit hele gezelschap, heel vaak meegemaakt. Ik ben vaak begonnen in baan en zei, oh god, ben je er nu al? Waar gaat Tom zitten? Je computer, nee, die is er nog niet, want die hebben we besteld. Dus geen computer, een stoel, geen werkplek. En wat ga je doen? Nou, hier is een stapel papieren, ga die maar eens doorlezen. Tot straks. Zo erg is het niet altijd, maar de eerste dag in het werk is bijvoorbeeld een experience die heel goed ontworpen kan worden en voor veel mensen aanzienlijk beter kan worden dan die vandaag is. De employee experience. Een vraag van Julia. Kunt u de 5e trend herhalen? Dat ging over analytics. Het gebruik van data. Overal. In het mensendomein. Maar natuurlijk ook in het klantendomein. Als we praten over de customer experience. Is dat ook heel sterk vandaag. Analytics. Ik noemde Albert Heijn. Bonuskaart. Maar Albert Heijn stuurt mij ook. 1 keer per 2 weken een vragenlijstje. Hey Tom, je bent weer in onze winkel geweest. Wat vond je? Dit keer willen we graag weten. Hoe is het met de groenteafdeling? Dus die verzamelen data bij klanten zoals ik. Hoe kunnen we ons werk, hoe kunnen we de customer journey van Tom als Albert Heijn klant verbeteren? En ik ben toevallig een klant die daar, ik vind het altijd leuk om dat soort feedback te geven. Maar dat geldt ook in organisaties. Steeds vragen. Hoe was die eerste dag? Hé, we hebben 100 mensen aangenomen, maar van die 100 mensen zeggen er 48 dat de eerste dag niet erg fantastisch was. En dat is met name op afdeling C. Dus we weten dat de eerste dag op afdeling C, daar moeten we iets mee. Want we zien ook dat met name op afdeling C het verloop vrij hoog is. Zou dat wat te maken kunnen hebben met het feit dat ze beroerd worden ontvangen? Ik ga resumeren. Ik heb genomen als leidraad mijn Rubik's Cube. Tom Haak's Action Cube. Heel belangrijk voor iedereen altijd. Weten we wat onze belangrijkste issues zijn? Want daar moeten we mee aan het werk. Natuurlijk hebben we in onze ransel ook jullie kennis van wat zouden we allemaal kunnen doen in het HR-domein. Hebben jullie al veel over geleerd? En er zijn enablers, waarvan we verwachten dat iedereen die kent en beheerst. Analytics hebben we genoemd, op een agile manier werken en goede kennis hebben van wat de klanten willen en verlangen. Altijd
belangrijk. En we hebben het gehad over wat zijn dan een paar van de trends die we vandaag hebben, die vandaag belangrijk zijn en waar we rekening mee hebben te houden. En onder andere personalisatie, natuurlijk de mogelijkheden die technologie bieden en natuurlijk andere vormen van organisaties. En dan zijn er nog veel meer. Als je meer wil weten en leren en een samenvatting wil hebben, ga naar mijn website, ga naar LinkedIn. Er staat bijvoorbeeld een artikel, de 11 belangrijkste trends voor 2021. Daar staat ook een samenvattende tabel met de megatrends die ik vandaag heb behandeld. Ik dank jullie allemaal. Ik hoop jullie te zien op LinkedIn. Ik vond het zelf leuk, maar ja, ik ben niet neutraal. Als jullie opmerkingen, suggesties hebben voor mij, laat me ze weten. En dan kan ik de volgende keer misschien nog een beter of ander of meer passend college verzorgen.